Hallo, mijn naam is Stefan Zwaneken en in deze video krijg je een korte demonstratie te zien van de template urenregistratie in Excel voor ZZP'ers, de Premium Edition, met vele voordelen ten opzichte van de gratis editie. Ik zal je de werking van de template gewoon uitleggen in een aantal stappen die je doorloopt om je uren te registreren in Excel. Maar eerst, waarom wil je je uren registreren? Allereerst natuurlijk om aan te kunnen tonen aan de Belastingdienst dat je aan het urencriterium voldoet. En daarna ben ik nog wat verder gegaan en heb nog een aantal andere bijkomende voordelen gemaakt. En die laat ik je nu zien. De eerste stap bij het registreren van je uren is om bij instellingen uiteraard je eigen bedrijfsgegevens in te vullen. Ook het urencriterium, mocht dat veranderen. Op dit moment is het 1225 uur dat je moet werken aan je bedrijf in het jaar om in aanmerking te komen voor allerlei aftrekposten. Maar mocht die veranderen, dan kun je die hier wijzigen. Nu is het 1225 uur. Waar je even verder op moet letten is als je een kilometerprijs invult in verband met de omzet. Dus bijvoorbeeld een kilometerprijs die je vast hanteert naar je klanten toe. Dan vul je daarin 30 cent in dit geval. Nou is de volgende stap even belangrijker. Je kan je uren indelen in allerlei groepen en categorieën. In dit kolommetje leg je de hoofdgroepen vast waarbinnen jij wil rapporteren. En hieronder ga je aangeven welke subgroepen dat als het ware zijn. Bijvoorbeeld de directe uren zijn uren die ik direct besteed aan het werk, aan het uitvoeren van de opdracht. En die kan ik bijvoorbeeld splitsen in het voorbereiden van de opdracht, het uitvoeren van de opdracht, het overleggen met de klant en dergelijke. Nou, hier heb je volledig de vrije hand in om naar je eigen indeling in te geven. Waar je verder alleen even moet letten is, is deze activiteit die ik doe, komt die in aanmerking voor het urencriterium, ja of nee? Dat kun je zelf je ook meegeven. En verder kun je een stukje naar beneden scrollen, vul je daar de feestdagen in van het jaar, zodat die apart zichtbaar worden op de urenkaart. Nou, dit is stap 1. Dus invullen van je bedrijfsgegevens, een van je soorten uren die je gaat maken en de feestdagen. In de tweede stap ga je beginnen met het registreren van je uren. En via de menustructuur aan de bovenkant kom je op de plek waar je wezen moet. En hier zie je één tabel waarin je al je uren gaat vastleggen. Allereerst kun je een datum selecteren op basis van welke dag je gewerkt hebt. Je kan het koppelen aan een klant. Oh, dat ben ik even vergeten. Natuurlijk moet je ook eerst even nog je klantgegevens en je projecten invullen. Dus je kan eigenlijk alle uren die je werkt en alle kilometers die je rijdt koppelen aan een klant en aan een project. En de klanten vul je hier in deze tabel in. En zoals je ziet worden de gewerkte uren en de gefactureerde omzet en de nog te factureren omzet automatisch voor je uitgerekend. En de projecten die vul je in eenzelfde soort template in en als je veel projectmatig werkt. Nou, dan komt meteen hier het allereerste grote voordeel ten opzichte van de gratis versie uit. Deze template is geschikt voor alle jaren. Je hoeft dus eigenlijk nooit meer een nieuwe template te starten. Je kan eeuwig blijven werken in dezelfde template. Dat heeft als groot voordeel dat je gewoon per jaar een rapportage kan zien of alle jaren bij elkaar opgeteld. Het enige wat je moet doen is hier aan de bovenkant een jaar selecteren en alle gegevens van de andere jaren die worden automatisch opgehaald. In 2018, nou uiteraard, dan moet nog beginnen, daar staat nog niks in. Ik zet hem even op 2017. En dan zie je dat automatisch de gegevens worden opgehaald uit dit urenregister. Dus eigenlijk is dit de derde stap. Eerste stap dus je instellingen bijwerken. Tweede stap je klant en je projectgegevens invullen. En de laatste stap is je uren registreren. Je vult de datum in wanneer je gewerkt hebt. Je koppelt dat eventueel aan een klantnummer en een projectnummer en je beschrijft je werkzaamheden. Nou, in dit geval heb ik een vrije tijd geregistreerd. Dat kan ook en die komen niet in aanmerking voor het urencriterium. Dus je kan ervoor kiezen om een volledige dekking te maken van al je uren die je beschikbaar hebt in het hele jaar. En je kan ook nog eens een keer, op het moment dat ik een activiteit selecteer, dan wordt automatisch de hoofdgroep erbij gehaald. En dan wordt automatisch bijgehaald of het voldoet aan het urencriterium, ja of nee. Wat je nu ook kan doen, de uren die je gewerkt hebt, kun je aangeven, ja, zijn deze facturabel, ja of nee? En zo ja, welk factuurnummer hoort er dan bij en wat is het uurtarief wat je hierbij hanteert? Nou, in dit geval heb ik 6 uur gewerkt voor 20 euro per uur. Er zijn 120 euro die ik dan in rekening kan brengen bij de klant. En ik heb 48 kilometer voor die klant gereden. Nou, zo ga je het hele jaar door. Op het moment dat je bent vergeten om een urencategorie in te vullen, dan kleurt de cel rood op. Is wel handig dat je niks vergeet, anders krijg je een foutmelding. Ik zal zo laten zien waar deze 9,9 uur terecht komt. Dus we zijn wel volledig erin.
Nou, de laatste stap is het draaien van je rapportages. Je hoeft eigenlijk niks te draaien, want die worden meteen uitgerekend. Via de navigatiestructuur ga je gewoon naar de diverse rapportages. De eerste is de urenrapportage. Daar zie je eigenlijk in één overzicht waar je al je tijd aan hebt besteed. Dat zijn je eigen categorieën die hier hebben ingevuld. Hier weer rechtsboven vul je gewoon het jaar in waar je over gerapporteerd wil hebben. En alles wordt netjes voor je opgehaald. Dit is de uren per categorie en de aard, zeg maar de hoofdcategorie, die zie je hier nog eens een keer opgeteld in een aparte tabel. Hier vind je ook de 9,9 uur terug die niet zijn toegekend aan een bepaalde categorie. Dus dat is eigenlijk een sluitpost. En die vind je ook weer terug in deze tabel en in deze tabel op die plek. Nou, wat heel leuk is om te zien, is dat je nu ook direct ziet hoeveel procent van je uren hoeveel procent van je uren voldoen aan het urencriterium. In dit geval 76%. Maar ik heb mijn doel nog niet behaald, want ik moet 1225 uur declarabel zijn. Maar ik ben pas op 3 maart 2017 aangekomen. Dus ik heb 59 dagen gewerkt. Als ik deze ga extrapoleren, dan kom ik uit op 528 uren die voldoen aan het urencriterium. Dus dan ga ik de grens nog niet halen. Dus het geeft een mooie prognose of je aan het urencriterium gaat voldoen, ja of nee. Scrollen we naar beneden, dan zie je hier vervolgens per maand de uren per hoofdcategorie. Ook nog het aantal uren die wel en niet voldoen aan het urencriterium. En mocht je heel veel rapporteren op weekbasis, heb ik eenzelfde overzicht gemaakt voor je per week. Dus je ziet hier netjes keurig hier op een rij. Dit is het eerste rapport. Nou, zeggen we, ik wil eigenlijk een rapport hebben waar ik alles in één overzicht zie. Dan ga ik naar de urenkaart per maand. En hier zie ik netjes alle gewerkte uren per dag uitgeplot in een jaarkaart. Waar alle maanden hier staan. Je ziet keurig alle feestdagen oranje opkleuren. En alle weekenddagen in het blauw. Nou, je kunt hier vervolgens weer het jaar selecteren waarover je gerapporteerd wil hebben. Nu selecteer ik 2016 en je ziet direct dat de kleuren wijzigen. Dat de weekenddagen verschuiven en dat de feestdagen verschuiven. Ik ga weer terug naar 2017, kun je het effect nog een keer zien. En nou, dit zit eigenlijk voor alle jaren automatisch ingebakken. En hier zie je ook gewoon dus in één oogopslag voor het hele jaar al je gewerkte uren. En dan zie je ook dat je hier bijvoorbeeld in het weekend heel hard hebt gewerkt voor een klant. Dit is het rapport op, ja, ik noem maar even de urenkaart per maand. En die hebben we ook gemaakt per week. Echt vooral handig als je heel veel op weekbasis werkt en rapporteert. Dan zie je datzelfde overzicht gewoon per week. Ook hier weer zien we de vrijdag en de zaterdag en de zondag in het blauw opkleuren en alle feestdagen in het oranje. Nou, één ding wat ik nog niet heb laten zien. Je kan ook aangeven, ja, ik wil eigenlijk alleen maar de uren zien die aan het urencriterium voldoen. Dan klik je hier op ja. En alle uren die niet aan het urencriterium voldoen worden hier uitgehaald. Maar ik laat ze nog wel even zien. Want ik heb hoeveel uren gewerkt heb. Hoeveel voldoen aan het urencriterium. En bovendien haalt hij ook nog eens een keer alle gereden kilometers voor je op. Nou, dan gaan we naar het volgende rapport toe. Het klantrapport. Hier zien we een overzicht van de gewerkte en facturabele uren en de gefactureerde uren per klant. Per maand in dit geval. Dus dit is een rapport voor januari. Ik kan hier de maand selecteren voor februari en alle gegevens van februari worden netjes opgehaald. Nou, we maken onderscheid in gewerkte uren. Gewerkte uren die facturabel zijn. In dit geval zijn er maar 6 uur facturabel van de gewerkte uren. Hoeveel uren ik gefactureerd heb en hoeveel ik nog moet factureren. Nou, scroll ik hier naar beneden, dan kan ik ook het hele jaar selecteren. En nu zie ik in dit geval dat ik nog 14 uur moet factureren. Ik heb over het hele jaar 595 euro omzet gedraaid en ik heb nog 280 euro tegoed die ik nog moet factureren. En hetzelfde geldt voor de kilometers. Het is een ontzettend handig overzicht dat je meteen ziet hoeveel geld je eigenlijk nog moet factureren. En dan kun je onderaan zien dat ik nog 280 euro aan uren moet factureren. Dit is een rapport per klant. We hebben nog een nieuw rapport gemaakt. Dat is het maandrapport.
Hier zie ik weer een overzicht per urencategorie per dag. Voor alle dagen in een bepaalde maand. In dit geval kan ik hier weer de maand selecteren. Als ik februari kies, dan worden automatisch de gegevens voor de maand februari opgehaald. En je ziet het ook meteen weer de weekenddagen anders opkleuren. Ook hier geef ik weer aan of ik alle uren wil zien of alleen de uren die voldoen aan het urencriterium. En hier selecteer ik weer een jaar om de rapportage van het betreffende jaar op te vragen. En het laatste rapport wat erin zit is het rapport voor projecten. In dit geval is het ontzettend handig als je werkt aan een project die wel over het jaar heen gaat. Je begint bijvoorbeeld in december, zoals in dit geval aan een project. En je gaat in het nieuwe jaar verder. Een grote voordeel van deze Premium Edition is dat je dus niet meer met twee versies hoeft te werken. Maar dat je gewoon in één rapport alles kan laten zien aan jouw klanten. Dus het enige wat je hoeft te doen is hier een project te selecteren en de gegevens worden automatisch opgehaald. De rapportage begint met het jaar waarin je de eerste uur hebt gedraaid. En we volgen 3 jaar door. Dus als ik hier bijvoorbeeld project 04 kies, dan zie je dat deze in 2017 begint. Omdat de begindatum van het project op 22 februari ligt. Kies ik weer project 1, dan zie je dat die begindatum 1 maart 2016 ligt. Maar ik heb pas in december mijn eerste uren hierop geschreven. Alles wordt netjes voor je opgeteld. Ook hier zie je weer wat je nog moet factureren en wat al gefactureerd is, wat je omzet is. Hier onderaan zien we nog wat statistieken. Nou, de laatste wat ik nog even wil laten zien. Ik heb ook een mogelijkheid ingebouwd om een draaitabel te draaien. Dus hier zit nog gewoon. Het voordeel van draaitabellen is dat je elke vorm van rapport kan maken die je maar zelf bedenken wil. Ik klik met de rechtermuis ergens op de draaitabel en als ik selecteer vernieuwen, dan worden de gegevens automatisch bijgewerkt. Wat ik nu even wil zien, ik wil mijn lijst met velden hebben. En hier zie je de structuur, hoe een draaitabel is opgebouwd. Stel, ik wil hier niet geen maandrapportage hebben, maar een weekrapportage. Dan selecteer ik hier mijn week. En zoals je ziet wordt de tabel automatisch aangepast. En nu zie ik hetzelfde rapport voor alle weken. Nou, de mogelijkheden zijn ongekend met een draaitabel. Dat gaat mij te ver om hier alles uit te leggen hoe dat werkt. Maar goed, er zijn cursussen genoeg die je kan volgen of handboeken die je kan kopen. Maar het werkt op zich vrij makkelijk. Goed, dit was in het kort een demonstratie van urenregistratie in Excel voor ZZP'ers, de Premium Edition. Het echt allergrootste voordeel is dat je altijd kan blijven werken in hetzelfde model, dat je nooit meer een nieuwe template hoeft te maken en te openen, dat je gegevens niet meer hoeft over te zetten. En deze rapportage zit, of dit schabloon zit boordevol nieuwe rapportages. Ik zou zeggen, joh, probeer het een keer uit. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Dankjewel voor de aandacht.